Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki naar Guyana in verband met deelname aan energieconferentie. Minister Ramdin gaat nader in op bezoek presidentiële delegatie. Bewoners Kwakkoegrong beschikken over veilig en gezond drinkwater. Local Content Seminar biedt mogelijkheden en verbindt stakeholders. President Santokki roept op tot inspiratie uit gedachtegoed Swami Dayanand en COVID-19 regelgeving voor in- en outbound personenverkeer aangepast. President Chandrika Prasad Santokki is op maandag 14 februari met een delegatie vertrokken naar Guyana. Op uitnodiging van de president van Guyana, Irfan Ali, zal de Surinaamse delegatie in de periode van 15 tot en met 18 februari 2022 deelnemen aan een gas- en olieconferentie die in het westelijk buurland wordt gehouden. Tijdens de bijeenkomst zal president Santokki op 15 februari een toespraak houden over het beleid en de visie in zaken duurzame energie kenbaar maken. Wij brengen u een verslag over het vertrek op het vliegveld Zorg en Hoop. Het is een internationale conferentie, oil and gas conferentie, maar tegelijkertijd een expo. Dus dat wil zeggen, naast overheden, naast regeringsleiders, niet alleen van de Caribische regio, maar ook regeringsleider van andere regio's, zoals ook de president van Ghana ook aanwezig. Maar heel wat private instellingen, oliemaatschappijen, maar je moet het ruimer zien, alle organisaties, bedrijven die iets te maken hebben in die oil en gas sector. Die komen allemaal bijeen in Guyana en ik ben uitgenodigd om als keynote speaker de conferentie te adresseren. En uiteraard als er zulke hoge delegatieleden zijn, dan zijn er ook bilaterale gesprekken. As usual moet je ook met de president van Guyana, met wie we al vanaf ons aantreden al vergaande afspraken gemaakt hebben die vastgelegd zijn in overeenkomsten. Er is een high-level cooperation en political dialogue platform. Dus we gaan weer even bij elkaar komen te kijken waar we staan in die samenwerking, de uitvoering ervan. Evaluerend, monitorend, maar met name vooruitblikkend. Vervolgens hebben we ook een bilaterale meeting met de premier van Barbados, Mia Motley. En we gaan daar verregaande afspraken maken. Er zijn al afspraken in het verleden gemaakt tussen Suriname en Barbados, maar nu moeten we gaan uitvoeren. En dat staat ook op agenda met de president van Ghana. Je weet, we hebben een historische samenwerkingsrelatie met Ghana op cultureel gebied, maar ook voor wat betreft de politieke samenwerking. We hebben recentelijk nog onze eigen ambassadeur voor Ghana beëdigd, mevrouw Grand Gallon. En wij willen namelijk dat in onze regeerperiode de samenwerking met Ghana anders zal moeten zijn. Moet zijn meer in de uitvoering, meer private sector uitnodigen, meer investeerders uitnodigen. Waarom? Omdat Ghana veel ervaring heeft op het gebied van oil en gas, maar ook op het gebied van goudwinning. En ze hebben een voorsprong. En wij kunnen veel van hun leren. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze samenwerkingsrelatie gaan verstevigen. En u weet dat veel van onze Surinamers ook roots hebben met Ghana. Die dingen moeten ook allemaal verstevigen. En daarom trekt ook structurele, culturele samenwerking aangemaakt. Daarnaast zijn er heel wat gesprekken met oliemaatschappijen. En we kijken uit naar wat de verlangen zijn. En uiteraard gaan we allemaal de zaken bespreken met als agenda het nationaal belang van Suriname. En
Naast de deelname aan de energieconferentie zullen er ook bilaterale ontmoetingen plaatsvinden tussen president Chandrika Prasad Santokhi en het staatshoofd van Ghana en Guyana. Op het programma staan er verder gesprekken met de premier van Barbados en de CEO van ExxonMobil. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat nader in op de betreffende conferentie, welke een belangrijk moment is voor Suriname. Wel, de conferentie is vanaf 15 tot en met 18 februari, dus volgende week dinsdag tot en met donderdag. President Santokhi op uitnodiging van president Irfan Ali van Guyana zal participeren. Daarna zal ook de CEO van Staatsolie, de heer Anne Jagisser, een bijdrage leveren. Het eerste deel van de conferentie, dat begint dus op dinsdag en de delegatie reist op maandag af, is bedoeld om zeg maar beleid, een visie te presenteren met betrekking tot energie en duurzame energie. En onze president zal zich met name richten op het traject van hoe gaan we vanaf waar we nu zijn, op dit moment, met een carbon economie, dus onze energie wordt opgewekt met olie, naar een situatie waarbij we geen olie meer gaan gebruiken of minder olie gaan gebruiken om onze energie op te wekken. Dus hernieuwbare energie, schone energie. Het is een transitie van een aantal decennia. Dus daarop zal de president zich richten, met name op het stuk van dat het mogelijk moet zijn voor landen als Suriname en Guyana om toch nog gebruik te maken van die nieuwe natuurlijke hulpbronnen, olie en gas, om een economie te ontwikkelen. Want andere landen wereldwijd zeggen van we moeten met alles stoppen. Nou, dat is leuk voor hun, nadat ze allemaal geprofiteerd hebben van die hulpbronnen. En dat zou betekenen dat het niet fair zou zijn naar landen als ons, om wel daarvan gebruik te maken. Dus die dubbele standaard willen we niet hebben. Wat we wel willen beloven, en ik denk dat dat is in lijn met onze gedachte dat we de natuur zo goed mogelijk moeten beschermen en intact houden, is dat we de olie- en gasexploitatie in Suriname op zo'n milieuvriendelijke manier willen doen. Met zo weinig mogelijk schade voor de natuur. En dat is de lijn waarin de president zal praten. Maar het is een mooie gelegenheid om ook een aantal andere regeringsleiders die er zullen zijn, zoals de president van Ghana, en Ghana heeft al wat ervaring met olie en gas, maar ook vanwege de bijzondere relatie tussen Suriname en Ghana, om met hem van gedachten te wisselen over de bilaterale betrekkingen tussen de beide landen. En evenzo met de premier van Barbados, die ook daar zal zijn. En we denken dat er een gesprek ook zal zijn met de CEO van ExxonMobil, die ook geïnteresseerd is als bedrijf in Suriname. Dus het wordt een, wat we noemen, multipurpose trip. Niet alleen de conferentie, maar ook andere gesprekken aangaan die van belang kunnen zijn voor ons land. Belangrijk, en we keren dan op de 16e terug. Met de ingebruikname van het waterzuiveringssysteem van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, beschikt het dorp Kwakkoegoerong over optimaal, veilig en gezond drinkwater. Op zaterdag 12 februari 2022 heeft president Chandrika Prasad Santokhi de officieel ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie in het dorp bijgewoond. De financiële crisis. U abelek lanti volledig onder controle. We moppen uit dat diepe dal. En we kring nou. En nou we gaan welzijn en gaan welvaart. Dat na a passie zou we wakken vanaf een jaar die zin. A tweede sansami kan taki. U spaartje in zo ja feipe. U haru. Tranga beleid. Vooral minister financiën. Tranga beleid. U spaar. En samen doen we aan Monisa Oespar. We tja watra kona Marwina. We tja watra kona Komoweine. We tja watra kona Nikeri. We tja watra koti de jasona Kwakkoegoerong. En we tja watra gi ala den distrepe as hande van Oudo. Vorig jaar dat de minister van NH, de vicepresident, de SWM heeft geroepen.
en aangegeven dat we moeten kijken hoe we de mensen hier van water moeten voorzien. Wij als SWM hebben ons huiswerk gemaakt. We hebben gekeken als er een bron beschikbaar is. En in 2018 had SWM een bron geboord, maar het was niet in werking genomen. Dus we hebben dan de monsters genomen, waar het lab heeft de testen gedaan, de analyses zijn gedaan. En een bepaalde van die dingen zijn door mij gedaan, want ik was toen in een andere hoedanigheid. En uiteindelijk hebben we dat ontwerp gemaakt voor de installatie. En de installatie is zodanig gedaan dat, zeg maar een hybride systeem, dat de mensen ongeveer 600 mensen van water kunnen voorzien. En dat systeem is zodanig gemaakt dat het efficiënt werkt. Als er maar 100 mensen zijn in het dorp, dan gaat hij dan voor 100 mensen leveren. Naarmate het verbruik toeneemt, levert hij water tot 600, voor 600 mensen totaal. Op initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking werd op zaterdag 12 februari 2022 het Local Content Seminar gehouden in het High Rise gebouw van Assyria. Het doel van dit seminar was het verbinden van stakeholders en de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het gewenste local content beleid in Suriname. Het evenement bestaat uit diverse presentaties van CEO's uit het bedrijfsleven en een paneldiscussie. Ja, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is heel nauw betrokken bij dit proces van het ontwikkelen van ons eigen bedrijfsleven. Het is onderdeel van de Buitenlandse politiek. Wanneer we investeerders aantrekken, gaan ze hier bepaalde zaken nodig hebben. En wat we graag willen zien is dat het Surinaamse bedrijfsleven nadrukkelijk in staat is om die producten, die diensten te leveren, zodat zij ook kunnen profiteren, mee profiteren van de investeringen van die grote buitenlandse bedrijven. Met name voorlopig in de olie en gas, maar local content development, zoals we het noemen, dus het ontwikkelen van de capaciteit van het bedrijfsleven, is niet alleen voor olie en gas, is ook voor de agrarische sector, voor toerisme, voor het bankwezen, voor de huizenmarkt en al dat soort dingen. Dus wat we graag willen zien is dat het bedrijfsleven voorbereid is, goed getraind is, voldoet aan al die voorwaarden die internationaal worden gesteld om mee te kunnen profiteren van die investeringen. De universiteit is sowieso al de bacheloropleidingen geowetenschappen en ook twee masteropleidingen, onder andere petroleumgeologie. Dus daar worden, dat is al een paar jaren zo hoor, worden dus studenten opgeleid in geologie en het vinden van olie heeft daarmee te maken, geowetenschappen. En petroleumgeologie al helemaal. Dus het hogere kader en die veelal ook jobs dan vindt bij staatsolie of andersoortige bedrijven. Daar werken we al aan mee. Maar zoals in de presentaties naar voren is gekomen, is er ook behoefte aan. Zijn er ook legal questions die aan de orde zullen komen. Dus de universiteit kan daarbij ook een rol spelen. Er zullen ook sociale vraagstukken zijn. Er zullen financiële vraagstukken zijn. Dus voor al die gebieden die dus als gevolgen zullen uitkomen van de oil en gas activiteiten. Daarbij kan de universiteit een rol spelen. En hoe gaat het bedrijfsleven inspelen op deze opleidingen? Gaan ze stages uitgeven voor de studenten? Aha. Nou, niet alles hoeft de opleiding te zijn, hè? Dus we hebben alle opleiding voor geowetenschappen en petroleumgeologie. Maar als universiteit moeten we vooral ook onderzoek doen. Dus het kan daarmee te maken hebben. En dienstverlening, dat wij dus aan bedrijven bepaalde diensten kunnen aanbieden. Het kunnen zijn bepaalde specialistische trainingen, cursussen. En inderdaad zou het dus ook kunnen zijn dat bedrijven stageplekken beschikbaar stellen voor studenten van ons.
Op vrijdag 11 februari 2022 werd de 198ste geboortedag van Swami Dayanand Saraswati, de inspirator en grondlegger van de Arya Samaj-beweging, herdacht. President Santokhi was voor deze activiteit de Hawan Yayina, de gast in de hoofdmanier van de Arya de Waker. Hij feliciteerde de Arya Samaj met deze dag en riep alle gelovigen indachtig het streven van Swami Dayanand op zich te laten inspireren en motiveren door dienst gedachtegoed. Ik feliciteer ook de mensheid met de 198ste geboortedag van Swami Dayanand, de inspirator en grondlegger van de Arya Samaj. Zijn gedachtegoed leeft voort in het hoofddoel van de Arya Samaj en dat is om het goede voor iedereen te doen. En ik roep jullie allemaal op om te blijven werken voor datgene waarvoor Swami Dayanand gewerkt heeft en gestorven is. Waarheid dienen, eerlijkheid, vooruitstrevendheid, geen discriminatie, gelijkwaardigheid, gender, dat is wat we moeten dienen. Ook zien we dat heden ten dagen er een enorme normvervaging heerst. Dus wij moeten terug naar de oorspronkelijke kennis en dat is de kennis van de wet. En hij heeft ons als een van de grondbeginselen ook gezegd, die wet moeten wij blijven leren en scholen. Wet ko parhana. Sabhi Arya ka dharma. Wie is Arya? Arya is elk nobel mens. Hij heeft niet gezegd een Arya Samaji, maar Arya kan elk rassoort zijn, zolang je nobel streven hebt om te gaan voor algemene bevordering en welzijn, welvaart van een ieder, ongeacht wie je bent. En dat maakt ons vandaag heel erg blij. We gaan dit blijven koesteren. En de jongeren met name gaan we steeds aware maken van de boodschap van Swami Dayanand. Moet voortgezet worden. En heden ten dagen, ik heb de president ook gezegd, elke land die in crisis leeft, zoekt naar een geweldige geest. En ziet graag een vorm van Dayanand terug. Via de communicatiedienst Suriname zijn er nieuwe COVID-maatregelen aangekondigd. Die gelden van 9 februari 2022 tot nader order. Er zijn slechts wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor in- en outbound personenverkeer. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het COVID-19-virus en ingezetenen van Suriname of diplomaten zijn, zullen in de periode van 9 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname inbound af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming indien zij in het bezit zijn van een negatief antigeentestresultaat, niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het luchtvaartuig naar Suriname of een negatief COVID-19-PCR-testresultaat, niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het luchtvaartuig naar Suriname. En ingezetenen, niet-diplomaten, zullen na aankomst 7 dagen in verplichte thuisquarantaine moeten gaan. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en ik wens u een hele mooie avond verder. En wees lief voor elkaar. Goedenavond.